boodschap van algemeen nut. Drink ook genoeg eierup. Ik ben nu het smaasje persik aan het drinken. Lekkere water. Heerlijk om te drinken. Oeh, ik moet er zelfs van boertjes van laten. Ik ben de laatste hand hier nu nog aan het leggen aan deze game-up installatie. Je ziet het ook. Daar zit dan binnenkort ook Bea. En dan zit ik daar, zit ik dan met mijn computer. Wat nu nog alleen nog moet aangesloten worden zijn de beeldschermen. Een muisje. En that's it. Dan ben ik rond. Ik zal zeggen, nog veel kijkplezier. En dan ook nog dit van algemeen nut. Ga naar www.psychotv.be en ga klik op het nieuwspostje van 666-LAN. En daar staat een link en schrijf je in via die link. Dus en zo maak je nog eens kans op een gratis ticket. Jawel, als er 20 betalingen binnen zijn. Die 20 namen worden dan in de rat gegooid. En daar wordt dan nog eens lekker een winnaar uitgekozen. En die krijgt dan een tweede ticket die hij dan zelf mag weggeven. Ik wil zeggen, veel succes en veel plezier. Is geweest van Freakomatic. Dat heb ik bewust gedaan omhoog van het ging niet zo goed, maar maakt niet uit. Daar niks over. Maar wel, ik hoop dat jullie hebben genoten van de timeslap. Vergeet dan zeker geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal en vergeet ook niet de belletje aan te drukken. Dan weten jullie wanneer dat ik opnieuw live ga of een vlog of noem maar op. En kijk eens mensen, onze gaming setup voor de komende maanden. Zo zit ik dan voor jullie dan ook nog eens gaming video's dan te maken die er aan zitten te komen. Hier staat dan mijn microfoon, mijn webcam, mijn studiolamp, beeldscherm 1, hoofdbeeldscherm, beeldscherm waar ik alles op monitor, beeldscherm nummer 2 waar ik alles op monitor. En dan gaat daar ook nog wel ooit iets komen. Hier zo ook voor weer al dingen te monitoren. Je ziet, ik heb hier nog veel werk. Dat is voor morgen allemaal. Voor dan nog verder op te ruimen. Maar ik ben dan wel al blij dat dat er beide computers toch al terug in elkaar steken. Daar heb ik even wat werk aan gehad. Dat hebben jullie ook al gezien. Ik heb ook mijn tafelboek gekuist en al, dus ja. Zoals je ziet, ik moet nog wat opruimen. Oh, 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 oh. Ik moet zelfs ook nog afwassen en al, maar dat is allemaal voor morgen. Nu, dus deze vlogje is wel redelijk kort, maar maakt niet uit. Dus ik ben blij dat ik wel een vlog heb gemaakt voor jullie. En ja, punt uit. Ik ga nog gauw een flesje van mijn air opnemen. Fucking hell. Dat deed deugd. Dat deed echt deugd. Ik heb eigenlijk ook wel eens voor de eerste keer ook wel, daar wil ik ook nog jullie nog wel even meenemen, de bekabelingen nog te goed weggeweid. Ja, hier zit nog wat met kabelboel, maar hier echt clean kabels. Waarom? Al de kabels liggen onder die box nu. In die box staan al mijn harde schijven, dus die ik in gebruik neem ook voor de opnames. Ook dat daar ook wel redelijk wat gaming op staat en al. Dus dan weten jullie dat.
Maar ja, nu zit de vlog erop. Ik ga ook richting opnieuw naar mijn bedje. Ik was hier thuis aangekomen en ik ga u één ding zeggen. Ik was KO, ben in slaap gevallen. En daardoor dat het nu zo'n korte vlog is. Want ik heb nu nog even de energie, even een energieboost gehad. Om ja, van allerlei dingen dan in elkaar te steken. Voilà. Ik zie jullie allemaal zo snel mogelijk terug. Ik weet niet wat ik morgen echt ga doen. Ga ik een livestream doen, ja of nee? Daarbij is de dag zelf nog uit. Dus dat moet ik nog wel bezien. Dus even terug tot mijn positieve komen van Frecomatic. Ik ga even ook nog de plus- en de minpunten zeggen van Frecomatic. Wel, Frecomatic. De minpunten zijn het afval. Dat buiten staat. Dus zo gelijk als je de dubbele deur al binnen gaat. Dus voor die dubbele deur, die vuilzaken die zaten gewoon bodemvol en veel afval. Dan als je dan de deur binnenkomt, heb je ook daar is gewoon een steen waar stenen in zitten in een kooi. En waar witte stenen. Daar lag ook heel, heel, heel veel afval. Dus ja, ik weet dat je geen eigen eten meenemen, mocht nemen in de zaal. Dus bij deze ruim het ook dan ook op aan uw tafels. Staan ook vuilzakken en al. En als je het niet mag meenemen binnen. Buiten hangen ook nog vuilzakken. Maar ja, de crew moet dan wel ook wel tijdig de vuilzakken. En ook nog eigenlijk wel de assenbakken tijdig wel leegmaken. En ook de vuilzakken tijdig vervangen. Voilà. Dan heb ik ook nog een minpunt. Magere funcompo's. Vroeger was het ook zo op het podium van allerlei dingen te doen. Dat mis ik. Waar is de oude Frecomatic? Wat je dan ook nog mis zijn ook een gamingstand. Dus gelijk een computershop of zo. Je had er al een computershop alternate. Maar die was wel klein. Die was wel klein. De pluspunten. Goede temperatuur, dus ik heb niet geklaagd dat ik het te koud had. In de slaapzaal was het ook heerlijk om te kunnen slapen, qua, voor mij toch, qua temperatuur. Maar ik weet voor heel veel gamers, landers en al, dat het te koud was. Maar voor mij was het ideaal. De wc's werden ook tijdig ook gekuist en al, chapeau. Er was genoeg aanbod qua eten en drinken, ook aan vriendschappelijke prijzen. Ben ik ook jullie dankbaar voor. Was er dan nog van de pluspunten? De funcompo. Bijvoorbeeld gelijk darts, tafelvoetbal en airhockey. Ja, airhockey. Die waren heel mooi ingekleed. Ook een kleine mini retro standje. Top. Dan had je dan de catering. En dan had je ook nog twee machinekes van retro gaming. Zo gelijk de DDR. Oh mannekes, dat deed me denken aan jeugdtijden. Echt waar, dankjewel Frecomatic voor mijn jeugdtijden ook dan daar terug in voor te komen. En dan heb je ook nog zo op de middenplein was er ook veel PlayStation 5 standen. Wel, dat vond ik ook wel tof. Dus dat er ook daarop kon gespeeld worden. Dan ook het verhuren van de speed seats. Die was ook heel goed georganiseerd. En ja, ik heb daar niks op aan toe te voegen. Want het zijn zalige stoelen hoor. Daar niet van. Het zijn echt heel zalige stoelen. Voilà. Voor de rest, ik ga jullie laten. Ik ga jullie echt nu deze keer laten. Ik ben moe. Dus en dan ook nog ja, mijn volgende LAN. Ja, jullie weten het. Dat is de Duivel-LAN. 666-LAN. Sorry als ik dat de Duivel-LAN neem. Want 66 is de nummering van de Duivel. Dus ik ga nu richting mijn bedje en nog iets bekijken misschien. En zo terug in Dromenland terechtkomen.
Morgen staat er op programma verder opruimen, kasten intasten met zilvergoed. En mijn wasmanden ook dus leeg geraken. Ja, we zien wel wat er nog allemaal kan gefilmd worden. Ik ga slapen. Oei, ik ga zo eens kijken ook als mijn deur gesloten is. Ik weet het niet. Tweet. Ah, ik hoor van mijn secretaresse dat de deur gesloten is. Wat blijft? Met mijn sleutels. Ik heb mijn sleutels in mijn hand. Ah, oké. We gaan toch eens voor de veiligheid toch eens aan de deur strekken, want dan heb ik ook wel een veiliger gevoel. Ah ja, dat hier zo'n trapje staat met mijn sloef, één eraf en één erop. Daar in de hoek, daar zat een spin. Dus die heb ik ook even verwijderd. En de deur was open. Dus die gaan we dan ook sluiten. Dat hier niet onverwachte bezoek binnenkomt, s'nachts en al. Dus dan weten jullie dat. Ik moet jullie nu echt gaan laten, want ik krijg ook juist een kleine meldingsje van opgepast, uw batterij is bijna plat van uw GoPro. Oké. Ik ga mijn GoPro terug insteken. En dan is hem ook opgeladen voor weer op morgen te kunnen filmen. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Ciao.